Hallo guys, welkom op mijn YouTube channel of welkom terug als je nieuw bent en mij nog niet kent. Ik ben Roxana en ik maak content over fitness en voeding. En vandaag ben ik weer terug met een hele oude, maar toch nieuwe video. Kan je even je bek niet houden? We gaan namelijk weer een pre-workout testen. Ik heb een nieuwe pre-workout. Deze, waar ik super goede verhalen over heb gehoord. Dus we gaan hem testen. Ik test hem altijd op twee verschillende manieren. Ik doe hem mengen met water en de andere keer rijstkoppen. En vandaag ga ik hem mengen met water. Gewoon zoals op de verpakking staat aangegeven. Ik ga dus één scoopje in water zetten. Kwartier tot 20 minuten wachten en dan gaan we trainen. En dan tijdens de training ga ik jullie vertellen wat ik voelde. En ja, wat ik van de pre-workout vind. Het schijnt een hele hoge dosis pre-workout te zijn. De persoon die het aan mij verkocht zei zelf, ik gebruik een halve scoop. Op de verpakking staat dat ik een hele moet gebruiken, dus dat gaan we gewoon doen. Ik heb hier een bekertje water. Dus ik ga het eventjes mengen en dan ga ik laten weten aan jullie wat ik ervan vind. Oh ja, bij deze het bewijs. Hij is nog niet gebruikt. Helemaal dicht. Oh, hij is geel. Oh, en het is echt een hele grote scoop. Ik ga stuk. Ja, nu snap ik waarom hij zegt ik gebruik een halve. En hij is ook een beetje korrelaag. Nou, we gaan het even... Zijn. Kijk deze kleur. Oh wacht, je kan het niet zien. Maar het is gewoon, wacht. Hier, kijk die kleur. Het is gewoon een soort van geel fluoriserend. The fuck is dit? Oké, ik ga het even roeren en dan opdrinken. Nou, dit is dus hoe die er geroerd uitziet. The fuck, het lijkt net kinderslijm. We gaan het eventjes proeven. Oh, is best lekker. Maar het smaakt niet echt naar mojito. Zo. 24 jaar uit Hoofddorp. Hier is Roxanne de Vries. Nou, het was hier ongeveer een kwartier tot 20 minuten later nadat ik de pre-workout had ingenomen. En ik voelde echt duidelijk tintelingen. Ik had super veel zin om te trainen en ook echt om zwaar te trainen. Ik ging gewoon mijn trainingsschema volgen wat ik heb gekregen van mijn coach. Dus ik begon met barbell back squats. Dit was mijn eerste set na mijn warming-up set. En ik pakte wel gewoon ongeveer hetzelfde gewicht als normaal. Het voelde wel allemaal wat lichter en makkelijker. Dus hierna wou ik een setje zwaarder pakken dan normaal gesproken. Nou, we gingen dus van 10 keer 80 naar 100 kilo op de stang. Mijn lieftallige collega die je hier nu ziet als spotter, die dacht dat ik nog wel gewoon eventjes 100 kon squatten. Dat ging niet. Ik zakte naar de grond alsof ik in een fucking freefall zat. Kijk, hoppa.
dat ging hem helemaal niet worden, die 100 kilo. Ik weet niet wat ik dacht. Die pri geeft mij superkrachten of zo. Ja, het geeft je dus geen superkrachten. Het geeft je wel het gevoel dat je superkrachten hebt. Nou, nadat ik dus 100 kilo had gefaald, gingen we maar 90 kilo proberen. En ook dit voelde freaking zwaar. Ja, ik weet niet. Die pri geeft je echt een soort van gevoel dat je hulk bent. Maar het maakt je niet per se hulk. Het geeft je wel dat gevoel. 90 kilo ging echt met pijn en moeite. Dit leek nergens op. Dus ik ging door met de volgende oefening. Deze oefening deed ik gewoon lekker licht, omdat die squats van net me echt hebben gekild. Het was echt niet te doen, die squats. Maar ik had nog steeds wel gewoon best wel veel energie van de pre-workout. Ik voelde ook nog steeds best wel veel tintelingen. En het was nu ongeveer 20 minuten dat ik al bezig was met mijn training. Na de deadlift was het tijd voor sumo squats. En deze staan op mijn trainingsschema. 3 setjes met 15 reps. De dumbbells gaan bij de basic fit maar tot de 50 kilo. Ik had wel het gevoel gehad dat ik ze zwaarder had gekund. Ligt dat aan de pre? I don't know. Maar ik had in ieder geval genoeg energie om er meer uit te voeren met een zwaarder gewicht. Maar ja, de dumbbells gaan niet zwaarder in basic fit. Dus ik heb gewoon 3 sets gedaan met 15 reps, met 50 kilo. Na de sumo squat stonden er back extensions op mijn trainingsprogramma. Maar dan op een glute/hamstring focused manier. Ik moet je zeggen, op dit punt was ik echt wel gaar. Het is ook best wel een slopend en intensief trainingsprogramma met veel compounds en zware lifts. Op dit punt voelde ik ook niet echt tintelingen meer. Het was nu ongeveer 3 kwartier nadat ik was begonnen met trainen en nadat ik de pre-workout had ingenomen. Of nou ja, pre-workout had ik kwartier voor het trainen ingenomen, dus een uur geleden dat ik de pre-workout had ingenomen. En ik voelde hier echt wel dat energie begon lacking te worden. Ik was wel echt aan mijn einde. Als laatste op mijn trainingsprogramma staat een barbell glute bridge. Uit mijn hoofd volgens mij ook iets van 3x12. Iets in die richting. Ja, op dit punt. Ik had nog genoeg energie om deze zwaar uit te voeren. Maar ja. Ik weet, ja. Hierna was ik echt klaar. Dit was echt wel een beetje het laatste wat ik uit mezelf moest pushen. Ik had in ieder geval genoeg energie om ze nog zwaarder uit te voeren. Alleen het is een beetje een vervelende setup met deze kleinere schijfjes. Omdat ik de stang dus niet over mezelf heen kan rollen. Dus dat is een beetje een vervelende situatie als je echt zwaar wil gaan. Maar ik had in ieder geval genoeg energie. Dus ik heb deze gewoon nog lekker zwaar gedaan. En daarna was mijn training klaar. Ik heb in totaal deze training een uur en 12 minuten getraind. Heel de training wel gewoon genoeg energie gehad. Dus het was echt wel een prima training. Hallo guys. Ik ben nu in Rotterdam voor Fox Gym. En ik ga vandaag
het tweede deel van de video opnemen. Ik ga vandaag namelijk de pre-workout dry scoopen. En ik wou dat dus heel leuk in de auto gaan doen, omdat de muziek altijd vet hard staat bij Fox. Maar ik heb geen water meer. Dus ik ga jullie gewoon meenemen naar binnen. En dan zien jullie me daar zo. Nou, daar gaan we. Oké, nog een klein beetje. Yummy! Vandaag staat schouders en triceps op het programma Pool Day 2 uit mijn hoofd. Het was ongeveer 10 minuten nadat ik de pre-workout had ingenomen, voordat ik begon met trainen. En nu moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, ik voelde niet echt heel erg veel tintelingen of echt iets heel bijzonders. Dus ik begon maar gewoon met trainen. Ja, dit was mijn allereerste oefening. Daarna ging ik verder met de tweede oefening op mijn trainingsschema. Dat was deze oefening. En hier voelde ik echt dat de pre ging werken. Ik had niet echt tintelingen, maar ik voelde wel een soort van energy rush. Het voelde ook alsof de gewichten wat lichter waren of zo op een of andere manier. Ik voelde me in ieder geval wat sterker dan normaal. Ik weet dat dit bij pre-workout een placebo effect is. Je wordt niet sterker. Maar ja, door de cafeïne die erin zit of de beta-aline of wat ze er ook in knallen, kan het wel voelen alsof je meer energie hebt waardoor je meer kan tillen. En dat voelde ik nu wel echt. Ik voelde me wel echt super sterk deze training. En dat begon dus bij deze oefening. Na deze oefening ging ik door met overhead shoulder press met dumbbell. En deze staan op mijn schema 3 setjes van 10. Ik begon met dumbbells van 10 kilo. Dat ging echt super makkelijk. Ik deed er echt easy 12. Dus toen heb ik die van 12 kilo gepakt. En daar redde ik eigenlijk nog steeds, nou ja, niet heel makkelijk de 10 mee. Maar ik kon wel echt zwaarder tillen dan normaal. Want hierna pakte ik dus 14 kilo. Die ging trouwens wel echt zwaar. Maar ja, hey, I did it anyway. Op dit punt in mijn training was ik ongeveer 20, 25 minuten bezig met mijn training. En was het ongeveer een half uur geleden dat ik de pre-workout had ingenomen. En ik had hier nog steeds wel echt veel meer energie dan zonder pre-workout. Ik had alleen niet echt tintelingen of iets. Maar ja, wel gewoon echt super veel energie. Daarna ging ik door met deze oefening voor de achterkant van mijn schouders. Deze staat trouwens niet op mijn trainingsschema. Maar ja, ik had gewoon genoeg energie. Ik heb hier 3 setjes van 12 van gedaan. En ja, dat. Ik had nog steeds genoeg energie dus. Daarna was het tijd voor lateral raises. Ik denk uit mijn hoofd 3x12 of 3x10. Maar dan in de cable machine. Ook bij deze kon ik ietsjes meer gewicht pakken dan normaal. 1 schijfje meer dan normaal. Dus ja, dat was super chill. Het voelde allemaal wel redelijk licht. Ik voelde me
gewoon sterk tijdens deze training. En ook hier had ik nog steeds genoeg energie. Niet hele gekke side effects zoals die tintelingen of wat dan ook. Maar ja, wel gewoon echt voelbaar meer energie om een training uit te voeren. Op dit punt was ik ongeveer 3 kwartier bezig met mijn training. En dit was mijn laatste schouderoefening die op mijn trainingsschema stond. Hierna stonden alleen nog 2 oefeningen voor triceps. Maar ik had nog steeds echt superveel energie. Dus ik heb deze oefening met ongeveer 30 seconden rust of zo ertussen gedaan. En daarna ging ik door met mijn tricep oefeningen. Nou, zoals je dus net kon zien, zette ik hem op mijn gebruikelijke gewicht. Maar dat voelde ineens dus super licht. Dus ik heb hem 2 zwaarder dan normaal gedaan. Dus 2 van die plaatjes zwaarder dan normaal. En ja, het voelde wel meteen een stuk zwaarder. Maar mijn gebruikelijke gewicht, wat ik hier dus normaal mee doe, was ineens wel heel licht. Dus ja, dat was wel bijzonder opmerkelijk. Nou, hierna heb ik nog 1 tricep oefening gedaan. Ik weet niet wat er met die beelden is gebeurd, maar die zijn loezoe. En daarna had ik nog echt veel energie eigenlijk. Dus ben ik nog 3 setjes met 15 reps gaan doen. Lateral raises met dumbbells. En daarna had ik nog steeds zoveel energie dat ik zelfs nog 20 minuutjes cardio heb gedaan. Zodat ik die later niet thuis hoefde te doen. Dus conclusie van deze training. Ondanks dat ik geen rare tintelingen en zo had, had ik echt veel energie. Hallo guys, ik ben inmiddels weer thuis van de gym. En dit was dus de 2e dag dat ik de pre-workout heb geprobeerd. Het is dus de Naughty Boy pre-workout in de smaak Mojito Mint. En ik ga nu voor jullie even samenvattend reviewen. De pre-workout is dus €40. Maar mocht je willen bestellen, wil je hem proberen met mijn kortingscode, dan kan dat. Check dan even alles in de beschrijving voor de link en de kortingscode. En dan kan je hem dus voor goedkoper halen met 10% korting met mijn kortingscode. Maar de Naughty Boy pre-workout. Ik had hier sowieso al super goede verhalen over gehoord. Dus daarom wou ik hem heel graag proberen. En omdat hij dus in de smaak mint mojito is. Die mint zorgt ervoor dat je longen open gaan staan. En dat je meer zuurstof binnenkrijgt tijdens het trainen. Ik dacht toen ik dat hoorde, nou wat een onzin. Maar die eerste training heb ik het echt gemerkt. Soms krijg je ineens zoveel adem dat het bijna een beetje... bijna een beetje pijn deed aan mijn longen. Zo heftig was het de eerste training. Maar ik merkte al dat vandaag, dus tijdens de 2e training, dat het al een stukje minder was. En dat je daar misschien eventjes aan moet wennen. De andere smaken, die hebben dat niet. Deze smaak heeft dat wel. Dus wil je dat proberen, haal hem dan dus in die smaak mint mojito. Maar om hem even samen te vatten. Tintelingen ga je goed voelen. Je krijgt echt meer energie, je krijgt geen dip en het is echt één van de zwaardere pre-workouts die ik heb geprobeerd. Dus ik ga hem zeker een dikke 9 geven. Dan wil ik bij deze de video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar de video. En laat me even in de comments weten wat ik nog meer moet testen qua supplementen. Dat mogen eiwitten zijn. Mag creatine zijn, maar pre-workoutjes natuurlijk ook. Ik heb al superveel getest. Ken je die video's nog niet? Klik dan even hierboven in het i'tje. Want ik heb echt al superveel pre-workoutjes getest. Maar deze staat zeker nu ergens hoog in de ranking bovenaan de lijst. Het is echt een topper. Ik ga deze zeker nog in meer smaken proberen.
In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop je terug te zien bij mijn volgende video. Doei. Bye.